de hoopvolle ik, die door zijn nieuwsgierigheid al 15 jaar lang gewoon nieuwsgierig is en boeken leest en rapporten en interviews en journalisten beluistert en wetenschappers, die ziet ook dat inmiddels alle oplossingen er zijn. En dat is het gekmakende. Ja, ja. Hartelijk welkom bij de Spreker Podcast. Mijn naam is Ko van Gossel en vandaag op de bank een spreker die zelfs door Jan Terlouw wordt aangekondigd als iemand die ongelooflijk kan overtuigen. En niet alleen de gemiddelde medemens, maar zelfs politici, ondernemers, mensen die niet in de klimaatcrisis geloof ik. Dus ik ben heel benieuwd. Hartelijk welkom, Rolf Heijnen. Dankjewel, Ko, voor deze mooie introductie. Vond je het mooi? Ja, vond ik mooi, ja. Als ik geassocieerd word met een grootheid als een Jan Terlouw die bereid was om het voorwoord te schrijven en zulke mooie woorden, ja, dat vind ik eervol. Vind ik ook. Kun je trots op zijn? Want ik stond er ook wat even van te kijken. En ik denk zo, als hij zich er al mee bemoeit. Want een elektricien uit het oosten van Brabant. Ja. Ja. Hoe is dat gegaan, Rolf? Ja, dat is een goede vraag. Dus ik was vroeger vooral bezig met sporten. Spelen, Nintendo'en. Ja. Ik had niet zoveel met school. Ik had een slechte concentratie. Mijn energie zat in hele andere dingen dan school. Dus ja, dan uiteindelijk beland je op de MAVO. En zie je een broertje naar het VWO gaan en gaan studeren. En ik ben na de MAVO naar de MTS gegaan, niet afgemaakt. Als elektricien aan de slag gegaan. Aantal jaren dat gedaan en ja, ik liep daar in een winterse kou op een bouw in Best. Ja. En ik realiseerde me, ik ben gewoon hier niet voor gemaakt. Ik ben niet geschikt, niet goed genoeg om elektricien te zijn tot mijn 60ste. Ja. Hoe prachtig ik het vak ook vind, want ik heb thuis al mijn elektra gedaan, maar ja, het paste niet bij me. En toen dacht ik, wat dan wel? En toen dacht ik, oké, ik doe iets met techniek. Dus nou, ik meld me aan om door te gaan studeren. En toen kwam bij mij langzaam de energie. Het voelde ook meer als mijn eigen keuze om te gaan studeren. En nou ja, op een gegeven moment gingen bij mij toch de lampjes branden. Vooral ook met een doel. Ik wil meer uit mijn leven halen. En dat leidde uiteindelijk van de HTS in Eindhoven naar de Universiteit van Leiden, waar ik nooit had gedacht dat ik ooit aan een universiteit zou studeren. Ja. Ik ging met mijn broertje mee naar open dagen van de TU Eindhoven, de TU Delft. Ja. Als elektricien, dat ik daar rondliep, dat ik dacht, wauw, wat interessant. Maar dat staat heel ver van mij af. Ja. En het is een onmogelijk doel. Ja, en door niet te veel naar dat grote doel te kijken, maar gewoon iedere dag stapje voor stapje te verbeteren en daarvoor te gaan, dan studeer je uiteindelijk af in Leiden in de politicologie. Met veel verdieping in grondstoffen en energie. Ja, welke richting was dat? Ik heb internationale betrekkingen van de politicologie. Nou, kunnen we hand schudden. Allee, ik wel bij de goede universiteit, maar in Nijmegen. In de IVA natuurlijk. In de IVA, toen werd je waarschijnlijk door de geheime dienst in de gaten gehouden als een rood bolwerk. Ja, dat is wel een rode bolwerk. Ja. Heel anders dan Leiden was leuk. Maar goed, dat is niet het onderwerp van vandaag. Nee. Hey, maar leuk dat bij een elektrotechnicus de lampjes gingen branden. Dat is altijd wel goed nieuws. Maar het is wel een rare switch. Want je zit wel vanuit de techniek naar sociale wetenschappen eigenlijk dan. Ja. We gaan het vandaag voornamelijk hebben toch over jou als spreker. En dat is voornamelijk het onderwerp duurzaamheid, als ik het daaronder mag neerzetten. Ja. Maar inderdaad, naar die weg daartoe. Wat maakte dan zo die omslag van het technische zijn naar dat sociale? Ja, de omslag om van de techniek naar de politicologie te gaan had te maken met een reis die ik met mijn broertje maakte door het Midden-Oosten. Nieuwsgierig naar de piramides en nieuwsgierig naar Petra in Jordanië. Ja. En nieuwsgierig naar Libanon, naar Byblos en Tyrus en Sidon. Allemaal van die prachtige historische steden. Ja, en daar rondlopende
dacht ik wel van het beeld dat ik van het Midden-Oosten had en wat de werkelijkheid is, is zo'n grote kloof dat ik na mijn afstuderen in Eindhoven dacht, ik vind dit gewoon heel interessant. Dus ik heb mij in Leiden ingeschreven, heel, niet heel impulsief, maar wel, ik ga gewoon een jaar in Leiden studeren. Even kijken of deze MAVO-klant geschikt is voor een universiteit. Ja, herkenbaar. Ook hier. Ja. En, hoe oud was je toen, Rolf? Ik was vrij oud al. Voor mijn medestudent. Ik was 24, dacht ik, toen ik in Leiden ging studeren. Ja, ja. Dus dan ben je een elektromonteur met een HTS-diploma die dan in Leiden gaat studeren. Ja, allemaal jongens en meisjes die natuurlijk net uit de schoolbanken komen. En lang leven de vrijheid en de biertjes. Dat ging ontdekken. En ik had dat stuk wel achter me. Ja. Dus mijn focus ging wel vooral op het studeren. En bij mij ging in dat eerste jaar echt het licht aan. Dat ik echt dacht van wauw, wat interessant. Wat een ontzettend stimulerende omgeving. En, de gesprekken, de discussies met medestudenten, de hoeveelheid boeken en informatie die op je afkwam. En daar waar ik altijd wars was van het lezen, want je verwijst nou mooi naar Jan Terlouw, maar ik denk dat op mijn middelbare schooltijd dat ik de inleiding en de kaft van alle boeken ook van Jan Terlouw waarschijnlijk heb gelezen. Ja. Ik denk dat ik één boek van hem heb gelezen en ik durf de titel niet eens te zeggen, want misschien is het niet eens van hem. Nee, dus bij mij ging toen echt dat ik dacht, oh wauw, wat interessant. En ja, mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld. En ik dook ook van het ene onderwerp in het andere. Ik wist niet hoe snel ik mijn boeken moest bestellen vanuit winkels. En ik kon weekenden gewoon urenlang in boekwinkels rondlopen. Dus bij mij ging toen het branden voor de grote vraagstukken. En pas aan het einde van mijn studietijd kwam het stuk over onze afhankelijkheid van grondstoffen. Ja. Van olie en gas, vooral uit het Midden-Oosten. En de implicaties van de Irak-oorlog. En ja, daar ontstond voor mij de kiem rond het duurzaamheidsthema. Ja, want daar ben ik dus benieuwd naar. Ja. Wat gebeurde er toen? Of hoe zag die weg eruit? Laat ik het even nog beter inleiden misschien. Toen ik jou zat te, hoe zeg je dat? Te belezen, checking out Rolf Heijnen. Toen dacht ik bijna van, je noemt een hoop van die mensen die zich hiermee bezighouden een hippie, las ik. Ja. Dat zeg ik schetsend ook over mezelf. Toch? Mijn oude ik. Vond duurzaamheid en duurzaamheid toen ik jong was ging over minderen. We moesten tweedehands kleding en minder reizen en minder. Het ging heel erg over minder, consuminderen. Ja. En dat riep bij mij als ventje van 18, 20, 25 weerstand op, want ik was de wereld aan het verkennen en ik wilde juist meer. En ik had helemaal geen behoefte aan een omgeving die zegt dat ik iets niet kon en mocht. Dus ik maakte er altijd een grapje van, daar is weer zo'n hippie, zeg maar. Ja. En mijn jeugdvrienden, ik sprak er rond de kerst op een huwelijk, sprak ik een oude jeugdvriend van me, waar ik altijd mee naar school fietste. En die zei, ik heb zelden iemand meegemaakt die zo'n omwenteling heeft gemaakt. Oh, ja. En ik herken je bijna niet als ik jou op voorbij zie komen, dat ik denk, hè? Is dat Rolf die daar nu mee bezig is? Oké. Dus dat is wel wel interessant, ja. Ja, en hoe verklaar je dat voor jezelf? Nou ja, je zegt het al voor een deel. Je was niet toe aan minderen. En als dat de slogan was, dan deed je niet mee. Begrijp ik dan een beetje uit. Ja. Maar er is een punt gekomen dat je dacht van, nou, misschien moet ik wel toch eens wat er is natuurlijk het is natuurlijk heel makkelijk om over dingen waar je weinig van af weet of wat onbekend is of anders is, om daar grap over te maken. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Hè, en zeker als het geassocieerd is met aanspreken op je gedrag. Hè, want als ik hier als een duurzaamheidsdominee zit, dan voel jij je waarschijnlijk, oh ja, maar eigenlijk doe ik het allemaal niet goed. Want ik rij een dieselauto, ik eet vlees, ik heb nog geen zonnepanelen op mijn dak. Ja. Het roept ook weerstand op van, ja, maar jij zet je op een voetstuk, want jij leeft beter en duurzamer en gezonder dan ik. Dus ik ben heel erg wars van, ik zal mensen nooit aanspreken op hun gedrag. Hè. Dus ik ben heel erg van lead by example. En door mijn grote interesse in het onderwerp, en voor mij is dit
ik vind het zo'n mooie zoektocht. Want door, voor mij is door te lezen of documentaires te zien of met mensen te spreken over onderwerpen waar ik niets van weet. Mm-hmm. Ik raak er enthousiast van. Dat ik denk, ja. Leer mij meer. Ja. En ik wil dat enthousiasme graag delen. Ik vind dat heel interessant. Want bij mij is ook de realisatie gekomen. Het gaat niet om consuminderen. Het gaat niet om een armoediger of een kleiner of een beperkter leven te leiden. Voor mij gaat duurzaamheid om een beter leven, om een volgende fase, om een optimaler leven. Het gaat juist allemaal om de positieve dingen. Ja, en er waren een paar dingen waarvan ik dacht, nou, is die man zo onnozel? Of ben ik nou slecht geïnformeerd? Maar de 1% regel, van, ja. Of je zegt zelfs wat we in één generatie met elkaar gesloopt hebben, ja. Dat kunnen we ook in één generatie weer herstellen. Ja. En dan zie ik links en rechts de vulkanen uitbarsten. Ik hoor dat het water in de oceaan om onverklaarbare redenen verwarmt. Dat ja. Ik denk van, en wij sociale wetenschappers over die maakbare samenleving, maakbare klimaat. Is er een maakbare klimaat? Ben jij? Nou, je noemt het een rollercoaster tussen hoop en wanhoop. Ja. Maar hoe positief of optimistisch ben je? Ja, dat is heel dubbel. Ik voel mij heel erg gedreven door die wanhoop, omdat ik zie en lees dat alle prognoses die worden afgegeven, die worden allemaal ingehaald door situaties waar het toch veel erger blijkt te zijn. Ja. Dus dat enorme gevoel van urgentie, dat als je kijkt inderdaad het uitsterven van diersoorten, de ontbossing, klimaatverandering, opwarmen van de oceanen, oogsten die mislukken, drinkwater schaarste, et cetera, klimaatvluchtelingen. Bosbranden. Goeie genade jongens, dat is mind-blowing heftig. Ja. De impact voor op miljoenen mensen en het wordt erger. Hè? Want als we niet nog meer gaan versnellen, dan wordt het erger. Ja. Ja, dus dat drijft mij. Wat zeg je? Ben je te laat? Hier? Nee. Met wat bedoel je? Met je verhaal. Want ik denk, kunnen we daar nog wat aan doen? Ja, er is... Ben je te laat met je verhaal? Ik denk het niet. Want voor dit soort grote veranderingen moeten mensen denk ik eerst de pijn voelen voordat we gaan veranderen. Ik kijk graag terug in de tijd, naar de geschiedenis. In de tijd waar de industriële revolutie losbarstte, mensen naar de grote steden migreerden, de luchtvervuiling verschrikkelijk was. Ja, in die tijd wist iedereen dat die lucht ongezond voor je was. Hè. Er werden kinderen de schoorsteen ingestuurd die stoflongen hadden en die heel kort leefden. Ja. Dat wist iedereen. En het moest erg genoeg worden totdat mensen zeggen, oké, nu is het klaar. Hè. En dat gaat natuurlijk ook over kinderarbeid, dat gaat over asbest. Nou, dat gaat over alle grote sociale thema's. Ja. De mensen die de wetenschap of de ingenieur van Veen die het Deltaplan had geschreven, jarenlang voor de watersnoodramp van 1953, heeft hij hiervoor gewaarschuwd. Ja. Ja, dus die beste man, ja, die heeft ons daarvoor gewaarschuwd. Ja. En pas toen er echt een ramp en echt mensen daar in hun face en persoonlijk door geraakt werden, oké, nee, nu moeten we er iets aan doen. Ja. En het klimaatprobleem is daarin. En dan zet ik mijn pessimistische pet weer op. Uh-huh. Het raakt ons nog niet genoeg. We voelen nog niet genoeg pijn om naar die vijfde versnelling te schakelen. Ja. We zitten nu in de bewustwording. We zitten in de eerste versnelling. Hè. We zitten redelijk op koers welke kant we op moeten rijden. En als je op een eiland staat in de Pacific Ocean woont, dan zie je dus letterlijk... mensen die zijn land aan het kopen in India en andere. Ja. Want de urgentie daar wordt direct aan den lijve ondervonden. Ja. En bij ons gewoon nog niet. Ja. Je hoort hier nog steeds vaak schertsend op straat. Ah, gaatje warmer, heerlijk. Ja. Kijk eens rond hier in de winter. Vreselijk hoe koud het hier is. Ja. Dus ik... Dus dat is het negatieve. En ik voel... En ik probeer die wanhoop ook niet te veel binnen te laten komen, want het is het werkt ook verlammend. En ja, verlamming is niks doen, wegkijken en Netflix opzetten. Ja, wachten tot het water komt. Ja, prachtige zin inderdaad. De hoopvolle ik, die door zijn nieuwsgierigheid al 15 jaar lang gewoon nieuwsgierig is en boeken leest en rapporten en interviews en journalisten beluistert en wetenschappers die ziet ook dat inmiddels alle oplossingen er zijn.
En dat is het gekmakende. Ja, ja. Dat vind ik een positief geluid. Dat is het ook. Want als je bijvoorbeeld klimaatverandering, hè, dat is een van de vier thema's waar ik het in mijn boek over heb. Klimaatverandering, grondstoffencrisis, de ecologische crisis en overbevolking. In mijn optiek zijn dat de vier grote crisissen die deze tijd tekenen. Als ik naar het klimaatprobleem kijk, dan is het IPCC verzameld alle wetenschappelijke literatuur die er is. Er zit een hele groep wetenschappers en specialisten die kijken daarnaar. En die hebben een lijst van 43 maatregelen opgesteld. En die zeggen, als wij deze maatregelen invoeren en met een bepaald tempo invoeren, dan kunnen we niet alleen onder die 2 graden blijven, maar dan kunnen we heel erg in de buurt van die 1,5 graad komen. En het mooie van die lijst is, daar staan geen technologieën op die niet al voorhanden zijn. Okay. Want de twee maatregelen die op 1 en 2 staan, en die staan met stip op 1. Het gat tussen de volgende lijst maatregelen is dusdanig groot. Dat zijn op 1 zonne-energie, de grote uitrol van zonne-energie, en 2 windenergie. En daarnaast volgt een hele lange lijst van het stoppen van het uitstoot van methaan, ontbossing stoppen, procesverbetering in de industrie, isoleren, et cetera. Maar by far op 1 zonne- en windenergie. Okay. Op zonne- en windenergie zijn de goedkoopste elektriciteitsbronnen uit de menselijke geschiedenis. Ja. We hebben schaal bereikt. Dus we kunnen dit maximaal uitrollen nu. Dus dat stemt mij enorm hoopvol. Okay. En dat verzin je dus niet, dat zuig je niet uit je duim, maar dat zijn dus wetenschappelijk. Nee, ik ben een ondernemer en ik schrijf graag voor kranten en vakbladen. Ik ben ook niet echt een journalist. Ik ben gewoon iemand die al 15 jaar lang in het vak zit en zich graag hierin verdiept. Ja. Maar zich wel verdiept in de primaire bronnen, zeg maar. Hè. Ja. Dus het IPCC is dan, zeg maar, in de klimaatproblematiek, zeg maar, het sluitstuk van alle informatie die beschikbaar is. Ja, en dan denk ik van, ik kan me daar nog wel iets bij voorstellen. Ik probeer natuurlijk kritisch te zijn, hè, advocaat van duivel en zo. We moeten eerst het werk aan goede batterijen om al die energie opgeslagen te krijgen. Want dat is er volgens mij nog niet. Ook die is er. Die is er wel. Okay. Ja. Maar dan kan ik me nog iets voorstellen dat je daar technisch inderdaad... Hè, want we zijn al best aan het eind, denk ik, met die transitie. Dus ik heb ze ook al 16 op het dak liggen, geloof ik. Ja. Maar je hebt ook bijvoorbeeld over overbevolking. Ja. Tenzij jij een technisch vernuftige condoom uitvindt die je ergens in Afrika neer kan leggen of in het China. Ja. Of, hoe kijk jij daar naar? Ja, dat daar, is daar een oplossing voor? Is dat maakbaar? Nee, toen ik 15 jaar geleden in deze markt stapte, waren er altijd 2 argumenten die mijn enthousiasme stutten, zeg maar. Ja. Daar ging het over duurzaamheid. En nou, zonne-energie was 15 jaar geleden nog. Dan waren ook zelfs mensen die enthousiast waren over duurzaamheid. Die zeiden, ja, maar zonne-energie, er is nog geen business case voor. En dat gaat nog heel lang duren. Het gaat gelukkig allemaal veel sneller dan wij kunnen inschatten. Ja. Maar dat was er in die tijd. Was dat er nog niet? Ik ben heel even je vraag kwijt. Nou, dat ik denk van, nou, met zo'n zonnepanelen-transitie, dat kan ik me nog iets bij voorstellen. Omdat overbevolking, je daar... sorry. Precies, ja. Hoe doe je dat met overbevolking? Ja, en in die gesprekken ging het dan heel vaak over, ja, maar we groeien van toen 7 miljard mensen, groeien we naar 10, 11 miljard mensen eind deze eeuw. Dat was er eentje. En de tweede was, ja, maar de Chinezen. Want ja, in China zijn ze iedere week een nieuwe kolencentrale aan het bouwen. Nou, die kolencentrale, daar kunnen we het zo over hebben. Maar die eerste, dat ik dacht, als je dat dan doortrekt, dan zouden we eigenlijk allemaal suïcidaal moeten worden om echt duurzaam te leven. Maar als je dan uiteindelijk kijkt naar waar we staan, dan is het overbevolkingsprobleem is niet het grootste probleem. Het is vooral ons consumptiepatroon. Maar wat het mooie is, er is een 2 jaar geleden is er een studie in het Britse medische blad Lancet, wetenschappelijke publicatie, is er verschenen. En zij keken naar de als de wereldbevolking
een geboorteratio heeft gemiddeld van 2,1, dan blijft de wereldbevolking stabiel. Als die erboven zit, en die zit nu erboven, dan blijft de wereldbevolking groeien. En dan zit die eronder, dan krimpt de wereldbevolking. Ja. Ja. Nou, en 50 jaar geleden zat die op 4. Gigantisch. En die is nu gedaald richting de 2,3. Okay. Nou, de snelheid waarmee in verschillende landen die curve naar beneden gaan, gaat is heel groot. En dus je hoeft daar niks aan te doen eigenlijk. Dat doet het vanzelf. En precies. In heel veel landen waarvan ik vooroordelen had. Maar in die landen, daar is de wereld daar gaat de groei nog door. Hè, van Mexico, Iran, een aantal Oost-Europese landen, Noord-Afrikaanse landen, een heleboel Aziatische landen. Die zitten allemaal al ruim onder die 2,1. Okay. En die hebben dat in hele korte tijd gerealiseerd. Alle Westerse landen die hebben daar ruim 150 jaar over gedaan om daaronder te komen. En die groep wetenschappers van Lancet die hebben bestudeerd van, maar wat zijn nou de parameters, hoe die bevolkingsgroei geremd kan worden. En zij hebben laten zien dat als er is een relatief selecte groep landen, met name Afrikaanse landen, die de komende 70 jaar verantwoordelijk zijn voor de bulk van de bevolkingsgroei. Wat zij laten zien is, als wij in die selecte groep landen, het zijn denk ik 20 landen, dus een overzichtelijke groep, als we nou in die landen heel veel investeren in onderwijs, met name voor meisjes, informatievoorziening op het gebied van familieplanning, toegang tot anticonceptie. Nou, ik geloof dat de drie primaire punten zijn. Ja. Dan stokt die groei heel snel en die gaat ook snel krimpen. Okay. Wat daaruit komt is enerzijds je verhoogt de kansen van die mensen enorm op de groeiende welvaart. En aan de andere kant buigt die curve van de wereldbevolking dusdanig hard af, dat als we daar goed op inzetten, dan groeit de wereldbevolking niet richting 10 à 11 miljard, wat de VN 10 jaar geleden voorspelde, maar daalt die naar meest optimistische scenario naar 6,3 miljard mensen deze eeuw. Dus dan, we zitten nu op 8 miljard mensen. Dan krimpt de wereldbevolking richting 6,3 miljard. Okay. Voor mij mindblowing. Want steeds iets anders eigenlijk. Ja, het is natuurlijk altijd met een spreiding, een bandbreedte en verschillende scenario's. Ja. Ja. Maar we weten wat we moeten doen om die wereldbevolking te laten krimpen. Dan zorg je er en voor dat er minder monden op de wereld gevoed moeten worden. Ja, dat er veel minder grondstoffen nodig zijn. Ja. En de mensen, die landen die je dan helpt groeien door investeren in onderwijs. Ja. De kansen om uit de armoede te komen en kansen, de grotere hoeveelheid kansen die ze krijgen om te benutten in het leven, die worden alleen maar groter. Dus ik vond dat zo'n waanzinnig inzicht en een win-win situatie. Ja. Nou, ik snap wel een beetje, of tenminste, ik snap helemaal niks, ik heb helemaal geen verstand van, maar je had inderdaad ooit dat rapport van die Club van Rome, geloof ik, in de jaren 60 aan de groei. Toen was het ook allemaal Armageddon, geloof ik, als het gaat om. Ja. Gaat het ook weer over garanties in de toekomst en verlenen, weet ik veel. Oké, dus jij denkt dat meevalt. En dan denk je, nou, ondertussen zijn we met het klimaat in ieder geval bezig met die transitie van door middel van zonne-energie minder gebruik maken van fossiele brandstoffen. Dus we zijn straks ook politiek minder afhankelijk, mogen we dan hopen, van onze vrienden in Rusland, in het oosten. Midden-Oosten, ja, exact, ja. In welk oosten dan ook. Ja. Hey, en welk had je nou nog meer op je lijst? Want jij zei, waren er vier? Ja, de grondstoffencrisis en de ecologische crisis. Oké. Hey, en jij gaat het land in als spreker. Wie zijn dan jouw afnemers? Want wie vindt dit leuk om te horen? Of zijn dat dan allemaal organisaties die zich inderdaad ook met klimaat bezighouden? Of is het ook een midden- en klein bedrijf die gewoon is? Het is en. Er zitten multinationals tussen, pensioenfondsen, olie, gas, petrochemische bedrijven. Oh ja, die vinden het wel leuk. Heel leuk, goed. Ja, toen ik 15 jaar geleden begon in deze sector en nogal eens sprak in buurthuizen, veel in Noord-Holland, pensionado's, et cetera, over duurzaamheid in schuurtjes. Ja.
Toen ging het natuurlijk heel veel over klimaatontkenning, et cetera. Ja. En ik word nu uitgenodigd door bedrijven die ook zien dat de problematiek in de wereld groot is. Je hoeft weinig mensen meer te overtuigen dat de vier thema's waar ik over schrijf, wat de problematiek is, maar vooral wat zijn de oplossingen. Ja. Mensen zijn op zoek toch naar handreikingen. Ja. Er is geen onderneming, organisatie die niet iets met purpose en impact wil doen. Ook om, als je niet meebeweegt, dan ga je het ook niet redden. Ja. Maar is dat dan in het kader van hun, hoe noem je dat ook weer? Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, MVO, corporate social responsibility. Ja. Er zijn natuurlijk veel termen. En heb je dan het idee dat ze dat plichtmatig doen, omdat dat afgedwongen wordt in de CAO of zo? Toen ik vorig jaar voor een vrij groot petrochemisch bedrijf sprak, echt internationaal actief, doen veel voor in die sector, echt een groot bedrijf. Ja. Ik kreeg die uitnodiging, toen dacht ik, oké, je vraagt mij. Dat was echt het topmanagement die daar een strategische sessie had. Ja. Dus ik stond daar toch lichtelijk met klamme handjes. Ja, kan ik me iets voorstellen. Want ik heb natuurlijk best een pittig verhaal. En mijn vrouw gaat ook heel erg over transities. En hoe bedrijven die niet mee veranderen ook verdwijnen. En banen die verdwijnen. Maar wat daarvoor in ruil komt. Hè. Dus ook concrete handreikingen voor. Nou, we hebben natuurlijk 200 jaar veel transities gehad. Hè, sinds de industriële revolutie. En dat gaat steeds sneller. Ja. Dus ik stond er natuurlijk een vlammend verhaal te vertellen over wat het investeringsklimaat van de afgelopen 200 jaar is geweest en hoe op politiek beleidsniveau het investeringsklimaat heel hard aan het veranderen is. Ja, en als je niet meegaat, dan verdwijn je gewoon. Ja. En ik was klaar met mijn verhaal en er viel even een stilte. Ik hoorde de krekels al en ik zette me een beetje schrap voor de vragen en de aanvallen op mijn verhaal. Ja. En er stond een man op en die richtte zich naar zijn collega's. En die zei, dit verhaal horende, dan moeten wij toch gewoon het roer omgooien. En er ontstond een prachtige levendige discussie van, ja, maar dat kan niet zomaar. En nou, ik stond met open mond te luisteren van, je ontkomt er nu niet meer aan. Op televisie, in de kranten, wat je ook kijkt. Ik hoefde het hele verhaal over de noodzaak niet meer uit te leggen. Het beklijft. En de vraag is, wat zijn de implicaties? Ja, dus ontstond vervolgens een prachtige discussie. En dan krijg je ook de vraag terug van, wat zou jij ons adviseren? Nou, die lag nu ook op mijn lippen. Ja. Dan is de kritiek hebben of constateren is één. Ja, ja. Maar ja, nee, ik vind dat het mooiste wat er is, zeg maar. Vanuit dit meedenken van, wat kun je doen? En of dat nou bij zo'n bedrijf is, MKB, pensioenfondsen. En bij hun ging het er heel erg over van, ja, maar als wij het roer omgooien, dan hebben we geen omzet meer. Ik zei, oké, maar dan is dat dus natuurlijk niet de oplossing, want ja, het bedrijf moet wel even lekker blijven bestaan. Het is stoppen of veranderen. Ja. Stoppen is niet echt een optie. Oké, maar hoe verander je? Ja. Dus mijn eerste vraag is, hebben jullie wel eens met jullie klanten besproken over wat er nou echt gaande is in die transitie? Over die 43 punten die het IPCC aanraadt en waar overheden gewoon wet en regelgeving over aan het maken zijn. Het is niet of dit geïmplementeerd wordt of dat dit verplicht gesteld wordt. Ja. Het is een kwestie van wanneer en hoe snel. Ja. Dus hebben jullie dit soort gesprekken eens over van, hey, hoe ziet onze relatie eruit over 5 jaar of over 20 jaar? Mm-hmm. Het antwoord was nee. Ja, dat is ik zei, nou, ook daar moet het mee beginnen. Ja. Ik denk schromelijk laat, maar beter het een halve gekeerd dan heel erg dwaald. Dus vervolgens ging over, oké, maar wat, begin daar eens. Stel die vraag eens en laat gewoon zien dat je niet blind bent voor de veranderingen die er in de wereld zijn. Ondanks 100%, ik geloof dat 60% uit hun omzet olie, gas, petrochemie was. Ja, oké. Laat zien dat je niet blind bent. En ik zie aan jullie reacties dat dit geen nieuw verhaal is. Tenminste, een heel aantal feitjes en samenvoeren. Het is niet nieuw, het beklijft. Ja. En nu? En het gaat dan uiteindelijk om die handreikingen.
Dus ik sta ook wel eens bij kleinere clubjes. Ja, wat moet ik als individu doen? Dus ik, de stappen wat je als individu moet doen of als bedrijf, organisatie. Ik vind die vertaalslag, het moet praktisch en concreet zijn. En niet van, oké, hij heeft een leuk verhaal. Daar word ik of bang van of het inspireert me. Uh-huh. Maar het gaat erom, wat kan ik er uiteindelijk mee? Ja. Wat is mijn handelingsperspectief vandaag of morgen? Maar dat red jij dan niet? Ik neem A1 dat je staat te kwispelen dan op de bühne als dat gebeurt. Ja, ik vind dat magisch. Dat lijkt me ook. Ja. Tegelijkertijd misschien ook verrassend dat ze dat dan nog niet wisten. Ja, dat is natuurlijk de... Ik kan daar niet over oordelen. Nee. Ik heb de stap deze wereld in gemaakt. Ik heb familieleden die in de olie en de gas werken. Ja, na je studietijd ga je ergens heen. Ik vind dat we daar niet over moeten oordelen. Maar dat we best elkaar mogen aanspreken. En van, oké, we zien dit in de wereld. Maar wat betekent dit voor je als individu? En wat kunnen we daarin verbeteren? Ja, want Rolf, ik denk dan ook... ik kan me heel goed voorstellen dat jouw verhaal dan een discussie losmaakt. En dat dan inderdaad de vraag opkomt, hoe gaan we dat dan doen? Ja. Vraag zie je dan daarna terug met een van je bedrijven om actie te ondernemen? Ik zit niet in de advieswereld, et cetera. Nee. Dus het is geen opzetje voor een leuke adviesklus. consultancy. Nee. Daar zijn... Nee, dat kan ook. Ik bedoel, ook buiten nog het geldelijk gewin of zo wat eraan zit. Maar ja. Ik kan me ook voorstellen dat zie je verdere adviezen dan op prijs stellen. Dat gebeurt ook wel. Dus ik word vaak ook teruggevraagd om dan nog een... Meer een werksessie van bijvoorbeeld. En dan strategisch mee te denken, ja. dat gebeurt wel. Maar maar het kan dus wel. Het kan dus wel, zeker. En richt je hier op het bedrijfsleven? Of moet ik ook mijn best gaan doen? Ko, jij moet nu echt aan de bak. En de 1% regel gaat morgen. Wat kan ik doen als individu? Even snel door de bocht. Ik zie dat de tijd die vliegt verdomme niet meer om. Nou, kijk, het belangrijkste is gewoon je huis isoleren. Precies, gewoon je energieverbruik verlagen. Dus je huis isoleren, zonnepanelen is gewoon een ontzettend goede ook investering. En daar heb jij een hartstikke goede stap mee gemaakt, Ko. Minder spullen kopen. Ja, probeer dat eens. Vlees is... vlees en zuivel is wel een van de allerbelangrijkste oorzaken van ontbossing. En je hoort mij niet zeggen, stop allemaal met vlees eten. Je mag geen vlees meer eten, maar ga allemaal... Ja. Ja, het is lead by example. heel erg. Dus, maar die 1% regel. Het is namelijk groot en veel. Hè. We hebben het over energie, over klimaat, over vlees. We hebben het over auto, we hebben het over spullen. Reizen. Begin is met minder vlees te eten. Ja. En kijk eens, realiseer dan, dat is een maaltijd zonder vlees. Er zijn 400.000 dingen op aarde die we kunnen eten, die de natuur ons geeft. Ja. Is het echt zo zwaar om dat stukje vlees als individu in ieder geval te verminderen? Ja. En als je vlees eet, kies dan vooral voor onverwerkt vlees. Want met name bewerkte vlees staat niet voor niets op de nummer categorie 1 van de Wereldgezondheidsorganisatie als kankerverwekkende, als kankerverwekkend tussen roken en asbest. Ja. Dus als je dan vlees eet, minder, maar eet dan wel gewoon een onbewerkt stukje vlees. Van die dingen, ja. Staat dat in je boek? Allemaal. Ja, oké. Ik wilde nog even... Ik had een grap voorbereid. maar volgens mij gaat die helemaal niet op. Maar die kwam mij ter oren toen ik ooit nog eens iemand een telefoon had... die ook heel erg met klimaat en milieu, weet je wel, dingen bezig was. En die was al een beetje van mijn leeftijd. Dus ik zeg, hoe gaat het er nou mee dan? Hij zei, nou weet je, als je dit doet... als je jong bent, ben je optimist. Ja. En als je wat ouder wordt,
dan ben je, nou ja, dan word je steeds meer een pessimist. Ja. En tegen de tijd dat je met pensioen bent, dan ben je alcoholist. Ja. Maar dat hoor ik jou niet zo zeggen. Ik vind jou er wel positief in staan. Nee. Ondanks ook je angst. Ja. Die is er ook, denk ik. Ja, ja, ik moet zeggen, tot een jaar of 5 geleden overheerste bij mij de negativiteit. Ja. Ik heb de literatuur die toen beschikbaar kwam. Ik heb een tijdje geleden op social media een foto gemaakt van. Ik was door mijn boekenkast gegaan en ik had zo'n stapel boeken die ik doorgespit had met titels als 6 graden, de onbewoonbare aarde, het zesde uitsterven, klimaatoorlogen. Nou ja. Dat was, ja, daar ging het heel erg over. Ja. En toen kwam dat we inmiddels vlees en ook nu melk in het laboratorium kunnen groeien. Ja. Waar geen pesticiden in zitten, geen groeihormonen, ja, geen antibiotica. Wat echt op cellulair niveau exact hetzelfde is, maar dus gewoon clean. Ja. Nauwelijks gebruik van water, grond, energie. Ja. Toen dacht ik, oké, dus het ecologische probleem, daar hebben we nu ook een oplossing, ja, voor. En toen ik, ja, die Lancet-studie las over bevolking, ja, ja, toen, de laatste 5 jaar kwam alles een beetje samen. De, ja, klimaatcrisis kreeg echt richting in oplossingen en het werd ook geloofwaardig. Ja. Ja, omdat we schaal hadden bereikt en, ja, en het werd massaal geaccepteerd en geïmplementeerd. Ja, ja, dus het is... Dus je bent geen alcoholist. Nee, daar komt het op neer. Dat zijn, ja, positieve dingen, toch? Ja. Aan de, ja, andere kant denk ik dan ook weer, en dat is niet in tegenspraak met wat je zegt, maar dan zie ik weer die vulkanen gaan, of dan hoor ik weer die onderzoeken over dat water steeds warmer, ja, wordt in de Atlantische, ja, Oceaan, terwijl niemand snapt hoe dat dan kan en zo. Is het dan niet dweilen met de kraan open voor de mensheid? Of is dat van mij nou weer een beetje... Ja, ik heb een Mark Linus. Dat is een onderzoeksjournalist. Die heeft een aantal jaar geleden het boek 6 graden geschreven. Nou, dat is misschien alweer 10, 12 jaar geleden. Uh-huh. En die 6 graden, dat duidt op de scenario's van het IPCC. Hè? Van tot 6 graden opwarming valt binnen de mogelijkheden. Wel in de meest extreme gevallen. En hij heeft onderzocht wat we... Wat gebeurt er bij 6 graden? Hoe ziet de aarde eruit? Nou, gewoon onleefbaar. Ja. Onleefbaar. We zitten nu op, ik geloof dat de inschattingen zijn, nu 3,5. Als we nu flatlinen met alle maatregelen, gaan we eind van deze eeuw 3,5 graden. Willen we absoluut niet. Nee. Gaat het snel genoeg? Nee, want... Het scenario nu, de baseline, is nu 3,5 graden. Dus we moeten nog sneller en nog harder. Maar je kunt beter op een planeet wonen waar het 3 graden warmer is dan 4 graden. Ja, en het liefst natuurlijk 1,5 graad. Maar ja, ja, niets doen en ja, dan wordt het alleen maar erger. En, ja, en ik vind dat we leven echt op in een paradijs. Ja. En we hebben daarmee ook de verantwoordelijkheid om enerzijds... Gewoon de rotzooi op te ruimen die we hebben gecreëerd. Daar hebben we nu alle middelen en inzichten voor. Ja. Ja, en anderzijds gewoon die schonere aarde doorgeven. En, ja, en hier gewoon van genieten. Ja. Mooi zaait, zeggen ze dan in West-Friesland. Mooi zaait. Mooi gezicht. Hey, ik hoef niet te vragen naar je missie, want die spreekt er overal van af. Ja. Dat waardeer ik heel erg, dat vind ik mooi. Ik denk dat je dit ook nog heel lang blijft doen, denk ik. Vermoed ik zomaar. Ja, er is genoeg te doen en ja, er gebeurt zoveel. En er, ja, het is mooi om tijd en energie te stoppen in positieve dingen. En, ja, en iets moois bouwen en nalaten. Nou ja, en als je er zo gedreven achter staat, dan is dat natuurlijk, snap ik dat helemaal hoor. Dus mijn eindvraag altijd je rijdt hier straks weg en we hopen het niet, maar je krijgt een fout ongeluk en je ligt opeens naar een systeemplafonnetje in het ziekenhuis te kijken, weten dat je nog een half uur te leven hebt. Ja. Wat denk je dan? Dan hoop ik dat mijn kinderen genoeg liefde en warmte hebben gekregen en... En genoeg herinneren aan wat ik ze gegeven heb. Dus dat gaat eerst naar mijn kinderen natuurlijk en naar, ja, mijn vrouw. Ja. Dat ik goed genoeg ben geweest voor haar. En ik hoop dat wat ik daarnaast heb gedaan, nou ja, een stukje legacy waar zij misschien weer ter hand kunnen nemen om mee verder te gaan. Ja.
Mooie vraag. Mooie vraag. Je geeft ook een mooi antwoord. Liefdevol. Ja. Rolf Heijnen, hartstikke bedankt voor dit interview. Jij, dank voor de uitnodiging, Kou. En wij zijn er volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.